allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Werner Vlogt. In onze vorige gezamenlijke vlog zagen jullie dat we vanuit huis vertrokken en naar de trein gingen in Freiburg. Een vrij pittige vlog denk ik wel. Maar goed, dat geeft niet. Ik ga jullie nu laten zien hoe dat mijn rit verder gaat. We beginnen in Romontino, dat ligt hier vlakbij. Dan heb ik er nog een stuk of 4-5. En dan maken we zo een mooi rondje en dan gaan we naar beneden toe naar Empoli. En daar gaan we morgenochtend de laatste lossen. Dan is weer afwachten wat er terug te laden valt. Maar dat is altijd een verrassing. Dus we gaan het wel zien. Dus ik zou zeggen veel plezier met kijken. Pallet. Dus dat gaan we maar even regelen. De deuren openmaken. Dat lost iets makkelijker. De deuren zijn open. Bots. Nou, papiertjes weer opgehaald. Dus op naar de volgende. Dan gaan we nu naar de volgende in. Even kijken. Cameri. Maar dat ligt hier eigenlijk vlakbij. Alleen mag dat het dorp niet heen. Tenminste, door het voorliggende dorp, laat ik het zo zeggen. Dus ik moet er even mee rijden. Het zou volgens Google Maps is het maar iets van 7 kilometer. Maar ik moet er 20 gaan maken. Dus ja, even eromheen. Nou, hier had ik eigenlijk ook niet afgemogen als je geen bestemmingsverkeer bent. Maar dat ben ik dus wel. Dus ik vind dat ik hier gewoon door mag. En dan is het nu ineens nog maar 2 kilometer in plaats van 10. Dus dat scheelt. Thank you.
we zijn er. Het is gelukt. Bene, grazie. Ciao. Dat was een krap stukje. Weinig plek op het terrein. Je kon er net staan met die auto. Ja, je moet hem achteruit even terugsteken. In een smal pijpje langs het bedrijf. Maar dat is allemaal weer goed gekomen. Hè? Natuurlijk. Ja. Kan ik niet anders van mezelf verwacht. En nou gaan we weer 25 kilometer rijden naar Bandriate. Daar gaan we ook één pallet lossen. Dus daar hoop ik om... ja, tegen tienen of zo te zijn. Nou, dan loopt het eigenlijk niet verkeerd. Dus als dat zo doorgaat, dan... De laatste die kan wel tot 1 uur hoor, dus die ga ik vandaag toch niet meer redden. Maar dat is eigenlijk niet zo erg. Dat doe ik morgenochtend. Als ik die andere 5 dan maar uit heb vandaag. Nou ja, als je er dan 10 uur al 3 uit hebt... Ja... Dan hoef je er eigenlijk nummer 2 vandaag. Nou, ook vandaag is het weer zeer wisselvallig weer. Dan schijnt de zon, dan wordt het weer donker. Ik zal nog wel een bakje regen krijgen. Maar ja, we zitten hoog en droog. Behalve als we moeten lossen. Ja. Dat is dus nummer 3. Nou, de nummer 4, maar volgens mij is dat wel verder. Moet ik kijken. Zo, ik heb hem alweer ingegeven, nummertje 4. En dat is 100 kilometer rijden. Het is 10:15. Zou ik rond 11:30 moeten kunnen aankomen. Het is ook nog weer één pallet. Wel een pallet van 2 ton. Maar ja, goed. En dat plaatsje heet Novi Ligure. Dus zoek tegenop. Maar dit gaat nog wel een heel eind goed komen vandaag, denk ik. Eerst niet weg zien te komen.
gaat ook lukken. Maastricht, wat denk je daarvan? Maar nu de goede nog vinden. Even kijken, huisnummertje 10. Pom, 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 pom. Ik zie hier ankers liggen, dus ik denk dat ik hier moet zijn. Nou, ik heb me gemeld en ja, je zag het, er staat een auto voor me. Die moet even 1 of 2 pelletjes laden of zo. En dan mag ik het terrein op. Het is allemaal niet breed. Je kent er langs deze kant op en langs de andere kant weer af. Dus, nou, maar eens kijken dat gaat lukken. Maar dat zal goed komen, denk ik. Daar ben ik niet bang voor. In. Ik kan hem aan de zijkant niet pakken. Dus dat is een lastig pakket. Maar ze hebben hier een oplossing, ze gaan met kettingen werken en dan trekken ze hem eruit, zegt hij dus. We gaan het zien. Nou, dat was nog even spannend. Maar dat geeft niets, dat houdt het leuk. Even kijken hoor. Ja, dat kan jou wel zeggen dat ik zo moet rijden, maar zo gaan we niet rijden. Aardige mensen. Behulpzaam, dat scheelt ook. Dus ja. Geen klagen. Op naar de ene laatste. En daar zouden we dan rond 1 uur kunnen zijn. En dat zijn 4 pallets. En ik moet mijn gordel aan, dat weet ik. Nou, dat zou ik precies moeten kennen. Asti. Ja, en dit bedrijf waar ik nu naartoe moet, daar ben ik ook al eens geweest. 1 keertje, maar ben ik geweest. Nou, ze gaan om 1 uur open. Het is 3 minuten voor 1. Dus dat komt precies mooi uit. Hekken lopen gedaan voor mij.
ze hebben het omgedraaid, joh. Dan moet je langs deze kant erin. Oké, de laatste keer dat ik hier was, moest je langs de andere kant erin. Maar goed. Dan doen we langs deze kant. Nou, ik heb hem even buiten de poort gezet. Ik moet even kijken. Ik heb me eigenlijk gruwelijk vergist. Ik dacht dat het allemaal een beetje bij elkaar lag. Maar dat is niet. Ik sta nu in Asti en ik moet naar Empoli. Dat is 336 kilometer rijden. Dus dat gaat nooit, never vandaag meer goed komen. Geeft niks. Ik ga wel onderweg even douchen. Tegen die tijd dat ik bij Empoli ben. Ik rijd er wel naartoe zo ver mogelijk. En daar zit in ieder geval ook een restaurant waar je af kan halen. Ja, misschien dat ik onderweg nog wel ergens iets tegenkom waar je gewoon binnen kan eten. Maar dat weet ik niet. Maar we gaan in ieder geval van Genua naar Pisa. Helemaal langs de kust. Dus ja, daar neem ik jullie dan in ieder geval nog een stukje van mee. En ja, dan kijk wel even hoe dat loopt vandaag. Dan gaan we nou de nieuwe brug van Genua op. Die oude, weet je wel, die ingestort is een paar jaar geleden. Nou, die is vervangen. Dus daar gaan we zo meteen overheen. Dan moet je maar eens even kijken in wat eerdere vlogs van Sebas. Moet je even terugscrollen. Die heeft daar nog wel een filmpje van gemaakt. Met de beelden die in de media kwamen. En met zijn eigen beelden dat hij er overheen reed. Het was eigenlijk kort na elkaar. Misschien ook wel leuk om dat wel na deze vlog pas, hè? Niet nu gelijk. Het moet je echt nog even gaan bekijken. Maar... ja, we gaan nou eerst even over de nieuwe brug.
bij een pompje onderweg. Heb ik even gedoucht en maar omgekleed. En dan op de nu aan. Shirtje. Dus, en schone broek. Moet er altijd wel lekker rijden, even kan douchen. Ja, met die trein gaat dat natuurlijk allemaal niet. Ja, het kan wel. Dan moet je bij de aankomst douchen of bij het vertrek. Ja, dan kan je beter bij het vertrek douchen in Duitsland. Dat is allemaal een stuk netter, maar goed. Dat had ik niet gedaan, want ik heb één klantje gelost en daar heb ik zelf niet eens wat aan moeten doen natuurlijk. Dus. Vandaar, nou, het restaurant waar ik nu naartoe ga, dat kun je al niet douchen eigenlijk, normaal gesproken. Ja, en nu is het ook maar half open, weet je wel, al even afhalen. Dus ik ben blij dat ik even opgevoerd ben. Ik kan ook drie kwartier tot een uurtje rijden. Stad met die hele schone toren. Rijderlijks. Ja, je ziet hem helaas net niet vanaf de snelweg. Ja, ik zie hem net wel vanaf de snelweg, maar met de camera zie je hem gewoon niet. Het is te ver weg. Je ziet hem staan. Dat is wel leuk, want die had ik ook nog nooit gezien. Dan zie ik alleen de bovenste twee, de bovenste twee verdiepingen maar. Maar goed. Nou, we zijn aan Empoli geweest en dan moeten we eraf. Eigenlijk moeten we nog 8 kilometer verder. Ja, dat is vanmorgen weer dus. Dus wij gaan hier alvast eventjes aan de kant. Parkeren. Ja, het was hier weer. 7 uur. Mooi op tijd. Empoli. Nou, we zitten inmiddels op donderdagmorgen. 7:55. En ik ben bijna bij mijn laatste losklant. Dokje 9, zet hem maar voor, chauffeur. Prima. Ik heb mijn deuren al open gemaakt trouwens.
in. Het heeft even een uurtje geduurd, maar ja, dat is nog helemaal niet anders. We gaan naar de bovenkant Milaan. Dik 100 kilometer rijden. En ja, je kan wel vielen natuurlijk op die ring van Milaan. Dus, maar goed. Tussen 3:15 en 3:30 zijn we daar. En dan, ja, ik weet niet precies wat we daar krijgen. 8 meter of zo. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan er wat doen. Oh, hier nog niet. Aanladen. Maar ik moet nog wel van die dingen hebben, dus dat gaat even duren, denk ik. Maar ja, we zitten in ieder geval vol. Nou, mensen, we zijn geladen langs het dak. En het is 6:15, dus ik ga naar Como en dan ga ik een document maken. En daar ga ik ook gelijk mijn nacht op rust maken. Ik kom morgen toch niet thuis, dus ja, een rijdag. Dus het wordt zaterdag morgen gewoon. Dat is niet erg. Maar ik vind het prima. Maar dan ga ik nou ook niet Zwitserland in. In Como kan je gewoon eten en douchen en dat soort dergelijke dingen. Dus dat vind ik op dit moment eigenlijk belangrijker. Dus dat gaan we dan gewoon doen.
Ja, pin, ja, oké. Okay. Oké, ciao. Ben het document hier? Ja, meneer. Nee, nog? Oké. Nou, normaal hoef je hier niet te betalen, omdat je een document haalt en een uurtje of zo weer weg bent. Alleen, ja, ik moet nou wel betalen, want ik blijf natuurlijk staan vannacht. Nou, ik ben aangekomen op Como, dus ja, ik ga er uit op rijden. Hè. Dus ja, voor mij nog anderhalf dag rijden. Dus ik ben zaterdagmorgen thuis. Dus prima. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik denk dat ik genoeg beeldmateriaal heb kunnen verzamelen. Dus ik zou zeggen, prettig weekend en tot de volgende keer. Houdoe!